De leukste drieling van Nederland met... Jaden. Jalicia. De Newton kijk. En natuurlijk Jason. Kijk, if you like it. Dames en heren, dit is Good Life. Hallo, hallo. Welkom weer bij onze nieuwe video. Vandaag hebben we een klein cadeautje gekregen. Ja. Hij is gericht aan Good Life. Maar ik kreeg ook een mailtje erbij dat hij eigenlijk van Jalicia was. Dat ik hem samen met Jalicia moest gaan openmaken. Dus ja, we weten zelf eigenlijk niet helemaal wat het is. Dus we hopen dat jullie het ook leuk gaan vinden. Een bal. Een bal? Ja, ik heb geluid. De bal is... Een boksie. Ja, maar daar moeten we wat mee. Kijk, we zetten die neer. Kijk. Een lolbal, wat leuk. Grappig. Heel verrassend. Maar ja, deze hebben we niet meer nodig, ja? Nee. Oké. Okay. Dit is zo. Nou. Waar kan die openen? Ja, wacht, wacht, wacht. Ik moet dat zelf doen. Wacht nou eens even, want je moet het op een bepaalde manier open gaan maken. Want als we dat verkeerd gaan doen... Wat is de bedoeling van dat balletje dan? Ja, dat, zoals je kan lezen, unbox me, het is een verrassing. Surprise eye, zeg maar. Een soort met van. Kijk, nu gaan we samen, want dat moet je heel rustig doen. We gaan nog heel erg lachen. Haal maar eraf. Ja. Oh, kijk, hier hebben we dus een klein voorbeeldje. Een citroen met een... Bal. Een citroen met een... Poes. Poesje. Dus in die richting moeten dus wij zo meteen gaan kijken. Zal ik weer eerst een beginschotje maken, schat? Ja. Jalicia is zo nieuwsgierig, zien jullie dat? Nou. Ah, dat komt overeen met je pictogram op de... Juist. Wow. Het is een verrassing. Als het geen verrassing is, hoef ik geen verrassing te zijn, hè? Als iemand met deze logica even nader wil toelichten, dan zou het heel erg fijn zijn, want ik volg het niet helemaal. Het heet niet voor niks een unboxing. Ja, maar kan je dat niet gewoon openstaan, helemaal openmaken, of is dat niet de bedoeling van zo'n zin? Nee, het zit niet zo verpakt dat je iedere keer maar één onderdeel eruit kan krijgen. Oh, het zit laag om laag om laag om laag. Mm-hmm. Moet dat kind er dan niet openmaken? Ja, maar ik moet eerst eventjes zorgen dat dat kan. Trek je het nou dan trek je open. Kijk, dit is weer één laag en dan kom je weer één tegen. Wat is dat? Kijk eens wat erop staat. Dat zijn stickertjes. Eén poppetje huilt. Oh, poppetje ja. Lacht. Wat hebben we nog? Even kijken, het poppetje die fluit. Dus ja, grappig toch? Vind je ook niet? Ja, en die moet je... Ik laat die nu uit de pot. Dat schijnen hints en leg hem er weer bij. Dan moet mama weer de volgende laag gaan openen. Laat zie het kind toch eens even lekker zelf openmaken. Ja, maar als je de verkeerde laag openmaakt... Dan kom mama. Jij mag hem van mama weer. Dat zal toch wel enigszins beveiligd zijn dat ze allemaal... Mag de paarse laag eraf? Dat ze niet de hele laag eraf trekken, of wel? Kijk mama! Haar eerst die. Juist. Trek even, hey! Langzamerhand. Komen we ongeveer bij de verrassingen. Almost there staat daar. Dus jullie weten vast wel wat dat betekent. Nou, het staat namelijk, wij zijn er bijna! Nou, kijk. Dan komt het volgende al. Snoepje! Dat denk ik niet. Zal ik hem maar openmaken voor je? Dan kan je kijken. Of luk je dat zelf? Probeer maar. Ik dacht een beetje. Heel hard. Beetje tanden. Zal mama gewoon een schaar pakken, dat je met de schaar kunt doen? Storm, ja. Een beetje. Kunnen toch een paar tanden uit. Ja. Komt toch nog wat aandrukken. Nog meer? Wat maait het balletje? Ja. Kijk, uit met je vingertjes. Ja, dan kan je hem eruit halen. Ach, je hebt toch 10 vingers, maak het uit. Leg die maar weer neer. Oh, wat mooi! Wow. Kijk, oh, wat heb je gekregen? Een flesje. En kijk, dat kleiber. Dat kan van alles zijn, dat kan. Waarvoor is dat eigenlijk? Wat kan je hiermee? Drinken. Oh. Alsjeblieft, wat smaakt het naar? Lekker. Ik had al een kleine voorgoedje gedaan. Even wachten met de roze. Even wachten. Ah, kijk. Tadaa, staat er al door.
de volgende. Hier zit hij, dan ga je hem hier, hou ik hem vast. Dan knip jij hem dan midden. Even goed inzoomen, want als ze misknipt, is er veel bloed en de vinger bij Melanie weg. Ze is scherp, scherp. Ja? Goed zo? Helaas, het gaat goed. Helaas. Ja, het was wel goed voor YouTube. Schoentjes! Wauw, echte Nike Airs. Zullen we papa de haren even in de vingers knippen? Nee. Dat wil die? Nee. Ik kan papa ook de haren gaan knippen. Nee. Nee, eigenlijk niet? Oké. Okay. Nee. Nou, de laatste laag, ja, die kan je wel zelf eraf halen, denk ik, of niet? Jawel. Kijk, nou vindt ze het begin dat je niet. Daar ben ik niet aan begonnen. Dat is toch leuk? Ah. Laat hem maar even. Ah. Zijn er verbaasd dat ze hem open krijgt? Onderschat je kinderen. Kijk maar. Zo, en nou dan? Niks. Nou, dat zou je verbazen, maar... Hier bovenop zit er ook nog wat in, of niet? Waarom hebben die al gemist? Je zit missen! Nou, wacht, wacht. Ik hou hem weer vast. Er zit wel wat in. Voel het eigenlijk in. Is het gewoon een groot surprise, hij. Ja. Alle dingen zijn allemaal tegenwoordig niet, hè? Maar ik vind het eigenlijk best wel grappig. Want je hebt hier dus heel veel delen van. Mm-hmm. Wat is dat nou? Ik zie het al. Is dat? Heb jij nooit gehad? Malo! Nee, kijk eens, schat. Let op. Jaden en Jason hadden er ook eentje. Een tutje. Een speentje. Juist. Ik moet wel zeggen, je kan wel al heel goed met een scherm omgaan. Bloeden, 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 bloeden. Nee. Wow. Wat is dat? Beton. Wauw. Wat is dat? Ik weet het niet. Ik wou, dat is kleding. Gekleding. Een rompertje is dat. Zo'n pop. Hey, een pop, wat zou erin zitten toch verder? Grappig. Oh, mm-hmm. Dat moeten we zo meteen ook lezen, want namelijk hier moeten we dadelijk ook nog iets mee doen. Oh jee. Die moeten we vullen met water. Oké. Okay. Mm-hmm. Nee, schat, die hoort zo, dan kan je toch niet kapot trekken. Kijk eens, we hebben er nog wat. En we hebben hier nog een plaatje wat we moeten dadelijk over maken. Oh, die is groot, hè? Ja, het is zo veel. Oh, dat koppetje erbij, hè? Oh. Auw, groen! Nee, joh! Jackie! Pas op! Auw! Doe maar hier. Durf het niet! Kijk uit, hè! Auw! Als ze dadelijk echt raakt, moet ik gewoon lachen. Poppetje, kijk nou eens, dan zal ik je gaan helpen. Weet je hoe dat moet? Ja. Hoe dan? Ik hou me aanbevolen. Ik vind ze echt heel erg leuk. Oh, mooi helpen, man. Ja, ik ga jou helpen. Schat, daar moet je ook eigenlijk kinderhandjes voor hebben. Maar kijk wat we dus nou gaan doen. Wat je kan doen, je hebt dus allemaal verschillen. Is gelukt, Alicia. Ja. Zit helemaal in elkaar. En dan kan je dus blijkbaar een hele familie verzamelen. En welke hebben wij? Van bovenaan Crystal Queen, ja. Glitter Queen, Queen Bee, Cosmic Queen, Surfer Babe. Hebben wij die? Volgens mij wel. Volgens mij hebben wij die. Ja, Surfer die Babe. Ja. Hij heeft ook een surfpakje aan. Maar je... geen surfplank gekregen. Dat niet. Nou ja. Leuk. Fantastisch. Zo, en vervolgens gaan we hem even vullen. Spookt er al een beetje uit, zoals jullie zagen. Mm-hmm. Zo. Haal hem de speentje maar uit de mond. En dan ga ze plassen. Let op. Ga maar eerst eventjes... Ongetwijfeld, als het er bovenin moet. Ga hem eerst volmaken. Ja. Zo. Nou is het poppetje helemaal gevuld. Wat zou die gaan doen? En hier een spiegel. Kom maar hier. Kijken. Ik kan hem aan het hoofd trekken. Oh, gaat hij plassen. En als ik dat nou doe, en het gezicht kneep, en die wangen,
Bij de oren. Je geeft die over. Vind je het leuk, Celicia? Kijk, let op. Stop! Ik vind het leuk, ik vind het al leuk. Kijk, kijk, hij plas op je hoofd. Kijk, hou op. Nou gaat zijn mama uitdagen. Be my guest, meisje. Doe maar. Kijk, kijk dat kopje erbij. En dan verneinig je dus. Echt. Hè? Ja, speelgoed. Vind je het leuk? Ja. Ik laat die mee spelen. Nou, ja. Veel plezier, hè? Nou, super bedankt. We vonden het heel erg leuk. We hopen dat jullie dit ook een hele leuke video vinden. Dus ik zou zeggen, deel hem vooral. En vergeet niet, als je nog niet geabonneerd bent, om het nu gelijk eventjes te doen. Wat zeggen we dan? Tot de volgende keer. Dag. Vond je dit een leuke video? Doe een like. Dag. Tot ziens.